Welkom bij een nieuwe aflevering van Zeeuwse Kost. Vandaag maak ik een curry van zoete aardappel met garnaal en flespompoen. Leg alle ingrediënten voor de curry in een keukenmachine of blender en maal het fijn. Leng het aan met wat olijfolie voor een fijne structuur. Kook de rijst vervolgens in een pannetje met water, kaneel en kardemom. Snij ondertussen de zoete aardappel in blokjes. Giet de rijst af en laat het even droogstomen in een vergiet boven de pan. Omdat ik vandaag met de flespompoen werk, ben ik langs geweest bij de pompoenwinkel in Geersdijk. Daar hebben ze mij er meer over verteld. De flespompoen, oftewel de butternut, is een flesvormige pompoen. Is lichtbruin van kleur en vanuit die flesvorm heeft hij onderin zijn zaad zitten. Het is een bijzonder gezond product. Veel vitamine, mineralen. Hij heeft een beetje een boterachtige smaak, vandaar de naam butternut. Je merkt dat er steeds meer aandacht voor is, dat mensen het steeds meer gebruiken. En ik denk dat de trend te maken heeft ook met gezond voedsel, waar meer steeds aandacht voor is. Snij en schil de pompoen in blokjes. Fruit de ui, gember en knoflook aan. Voeg vervolgens de currypasta en de tomatenpuree toe. Bak het even aan en voeg het water en de kokosmelk toe. Vervolgens kan de pompoen en de zoete aardappel erbij. Laat het geheel 15 tot 20 minuten zacht koken tot het gaar is. Wil je dit gerecht zelf ook eens proberen? Kijk dan voor het volledige recept en andere afleveringen op onze website www.zeeuwsekost.nl. Eet smakelijk en tot de volgende keer!